Welkom terug bij de eerste talkshow van vandaag. Beleggen in hefbomen. Ik heb 3 interessante gasten naast me staan. Links van mij Christopher Cox, daarnaast Göram Erem en als laatste Harry Klip. Ik wil beginnen met Christopher. Vertel, waar werk je voor en wat doe je? Ik werk voor de afdeling beursproducten van Commerzbank. En beursproducten, dat betekent in de markt zetten van? Van alle soorten van instrumenten die op de beurs noteren. Investeringsproducten, garantieproducten, maar ook dus bijvoorbeeld hefboominstrumenten. En daar gaan wij het vandaag over hebben. Daarnaast, meneer Erem, vertel, wat doet u? Zeg maar je, Karel. Wordt zo heel formeel anders. Ik ben mede-eigenaar van Leomond en van Traderay.nl. En wij geven daar technische analyse adviezen waar we gebruik maken van turbo's en traders. Dus jij koopt de producten die Christophe in de markt zet? Niet die van Christophe, maar wel hetzelfde idee. Ja, klopt. Ja. Helemaal, heel wat duidelijk. En als laatste Harry Klip van de Optiek Academy. Wat doe jij? Ja, goedemorgen. Ik ben Harry Klip, van CEO van Optie Academy. En daarnaast heb ik ook nog, ben ik partner bij Crypto Academy. En wij verzorgen educatie voor particuliere beleggers over opties en ja, andere speculatieve producten, maar wel op een gedegen manier. Maar laten we beginnen met Christophe. Wat zijn precies hefboomproducten? Wel, een hefboomproduct eigenlijk is een financieel instrument dat eigenlijk de prijsvorming baseert op een onderliggende waarde. Bijvoorbeeld een aandeel of een index. Hè. En wat doet eigenlijk een hefboomproduct? Wel, dat gaat eigenlijk de prijsvariaties van dat onderliggende actief versterken met een hefboom. Hè. Dus als bijvoorbeeld het hefboominstrument een hefboom heeft van 5... en het onderliggende instrument, het aandeel Shell bijvoorbeeld, gaat met 1% bewegen, dan gaat het hefboominstrument met 5% bewegen. Maar is dat niet heel erg risicovol? Want op het moment dat iets met 25% beweegt en je hebt een hefboom van 4, dan heb je geen vermogen meer. Absoluut. Dus hefboominstrumenten zijn niet voor de beginnende beleggers bedoeld. Je moet al goed weten wat een aandeel is of een index is, voordat je een instrument gaat kopen op een aandeel of een index. Dus je moet al wat ervaring op de beurs hebben. Maar, dus inderdaad, die hefboomwerking versterkt de prijsbewegingen. En hoe forser de hefboom, hoe sterker die prijsbewegingen. Dus daar moet je inderdaad heel goed voor opletten. En wat beleggers ook niet mogen vergeten, dat gaat in 2 richtingen. Een stijging met een positieve hefboom kan worden omgezet in een sterkere stijging. Maar een daling kan ook worden omgezet in een sterkere daling. Dus hoe hoger die hefboom, hoe hoger het risico. Dus daar moeten beleggers inderdaad goed voor oppassen. En Göran, hoe doe jij dat in jouw eigen portefeuille? Heb je bijvoorbeeld een stelregel van nooit meer dan 2% in een bepaalde onderliggende waarde? Hoe beheers jij het risico? Waar het gaat om de hefboomtoepassing, kiezen wij voor niet al te hoge hefboom. Dat is een portefeuille die over de middellange termijn een performance moet zien te realiseren. Dus het is ook niet een gokjewagen, maar meer een gestructureerde aanpak. Daarin kun je niet elke beweging goed hebben. Er zitten wat veranderingen ten opzichte van je visie in. Dus om daar wat ruimte voor in te bouwen, gebruiken wij tussen de 5 en 7 hefboom. Nou, dat is dan een redelijke hefboomtoepassing. En we gebruiken die ook in verschillende richtingen, dus long en short. Dus daardoor heb je dan weer geen hefboom op je marktrisico, maar op je eigen ideeën. Dat is een bloemlezing van hoe wij dat toepassen. Dus kort gezegd, niet een te hoge hefboom en goed gespreid. En ook de verschillende kanten daarvan in de gaten houdende. Daarbij geldt dat de hefboom bij ons altijd, de stop-loss van de hefboomproduct, altijd een stuk verder ligt dan het niveau waar wij zelf eigenlijk niet meer in de positie zouden geloven. Dus wij worden niet altijd uitgestopt, meestal niet. En gebruiken de hefboom puur voor een versterking. En niet voor een speculatief element erin. En wat voor producten koop jij? Zijn dat turbo's, speeders, sprinters, opties? Turbo's. En in de portefeuillevorm gebruiken we turbo's. En waar het gaat om indexproducten, waar futures op worden losgelaten, zou ik eerder traders gebruiken. Harry, jij bent volgens mij ben jij een optieman. Zeker. Waarom koop jij opties en niet de turbo, speeders of sprinters? Ja, ik moet zeggen, mijn eerste trade in opties deed ik in 1985. Toen waren er nog geen turbo's. Tenminste, ik kende ze niet. Maar
Nee, dat is logisch. Ik ben met opties opgegroeid, zeg maar. Ik vind het een product. Ik vergelijk het wel eens met het verschil tussen dammen en schaken. En ik heb dan het gevoel dat ik aan het schaken ben, waarin ik verschillende stukken heb die elkaar kunnen ondersteunen om een totaal goede positie te creëren. En dat betekent dus dat je ook je positie, eigenlijk iedere zet aanpast aan ook hoe de tegenstander reageert. Dus in dit geval de markt. Mag ik daar iets op aanvullen? Wat mij voornamelijk als verschil opvalt is dat je bij de optieconstructies die Harry hier toepast, dat je veel meer in detail maatwerk voor je wensen kunt leveren. Een turbo of een trader of soortgelijke producten zijn natuurlijk gestandardiseerde producten die op de beurs worden verhandeld. Je kunt daar bijvoorbeeld niet een hoe heet het ook met de margins, dat je daar gebruik van kunt maken? Ja, bij opties kun je zeg maar inspelen op iets wat je denkt dat niet gaat gebeuren. En ja, dat kan met turbo's niet bijvoorbeeld. Dus je kan ook in een zijwaartse markt, kun je met opties eigenlijk premie ontvangen. Waarbij je wel dan een marginverplichting hebt. Maar waar je eigenlijk als de markt zijwaarts blijft, gewoon iedere dag wat geld verdient. En dat is ja met turbo's. Wat je ook kan zeggen is dat optie eigenlijk lege blokjes zijn. Je kan zelf precies maken wat je wilt. Terwijl inderdaad turbo's meer gestandardiseerde producten zijn. Als je een bepaalde strategie hebt, bijvoorbeeld dat je wilt profiteren van een daling volgende volatiliteit, dan kan je daar niet met turbo's mee aan de slag gaan. Maar daarvoor heeft bijvoorbeeld Commerzbank ook weer andere typen van kant-en-klare producten. Bijvoorbeeld de stabilities of andere soorten van certificaten. Hè. Wat ook wel misschien belangrijk is, om te verduidelijken dat turbo's een redelijk eenvoudige werking hebben. Je kan eigenlijk de waarde van een turbo heel gemakkelijk zelf berekenen. Wat is eigenlijk een turbo? Misschien heel even kort. Wel, je kan dat vergelijken alsof je een huis zou aankopen. En je gaat naar de bank en je neemt eigenlijk een hypotheek op dat huis. Een stukje wordt eigenlijk geleend. En je legt een stukje in, de rest wordt gefinancierd door de bank. Maar je kunt wel volledig profiteren van de waardeontwikkeling van dat huis. Met de turbo is dat hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld het aandeel Shell. En een bank, bijvoorbeeld Commerzbank, gaat daar een stukje van financieren. En het resterende stukje wordt ingelegd door de belegger. Dus de bank en de belegger kopen als het ware samen het aandeel Shell. Voordat maar een klein stukje wordt ingelegd, heb je dus een hefboomwerking. Dat wil ook zeggen dat je eigenlijk heel eenvoudig dat stukje kunt berekenen. Het verschil wat de bank financiert en wat de waarde is van het aandeel bijvoorbeeld. Met opties, dat is meestal al wat meer voor de ervaren belegger. Omdat je met opties de prijs eigenlijk berekening van veel meer variabel afhangt. Onder meer de volatiliteit, de tijdswaarde, de dividenden moet je mee opnemen. Dus je hebt heel veel elementen die eigenlijk van invloed zijn op de prijsbepaling. Dus als je het puur over de hefboomwerking hebt in relatie tot de onderliggende waarde, dan zijn turbo's veel leukere producten of transparantere producten om je aan de slag te gaan. Dus opties moet je wat beter doorgronden eigenlijk. Afgelopen oktober was een hele volatiele beursmaand. Maakt dat jullie werk moeilijker of juist eenvoudiger? Ik wil graag beginnen met Harry. Nou, het betekent wel weer dat je positie continu moet aanpassen aan de markt. En dat is het leuke wel met opties. Dat kan op verschillende manieren. Dus je hoeft niet je eigen positie te sluiten. Dat je zegt van, ik heb een winst gemaakt, kun je het makkelijker sluiten. Maar wij doen dan meestal een andere positie er tegenaan. En dan komen ze, zoals wij dat noemen, in een spread. En dat betekent dat je eigenlijk continu voor bent de marktbeweging. Dat is onze intentie. En wat een spread is dat je dan volatiliteit tegelijkertijd koopt en verkoopt, waardoor de bewegelijkheid van de beurs geen invloed heeft op de positie, alleen de richting ervan. Ja. Dus het is niet alleen de richting van de markt waar je op inspeelt, maar ook de bewegelijkheid van de markt en ook een stukje timing ten aanzien van de afloopdatum. Want dat is nog een verschil met opties, is dat het altijd een afloopdatum heeft. En die weet je ook van tevoren. Dus dat betekent ook dat je daar rekening mee houdt dat die optie ooit een keer expireert. Voor mij speelde de bewegelijkheid geen rol.
Wat in de strategie is dat ingebakken, de ruimte die we daarvoor hebben genomen, de volatiliteit bleef binnen de ruimte voor ons. Het was ook iets wat we hadden voorzien, een stukje reclame maken. Dus de turbo's die wij gebruikten zijn goed ten pas gekomen. Voor ons, je moet ons zien als echt een toepasser van de producten. Dus wij zoeken het eigenlijk in de simpele toepassing. De moeilijkheid van wat wij doen zit er meer in het ontwikkelen van de visie waar we denken dat de markt naartoe gaat. Dus voor ons was het een gegeven. De volatiliteit nam toe. De producten hadden er geen invloed van. De markt, onze marktvisie sloot aan bij wat daar moest plaatsvinden. Dus ja, dat is dan een prima maand geweest. Christophe, zijn er veel turbospeeder sprinters uitgestopt geweest in de afgelopen maand? Of was de daling daarvoor niet groot genoeg? Ja, dus eerst en vooral uitstoppen, wat betekent dat? Wel, met een turbo wordt een stukje gefinancierd. Nu als het aandeel zou dalen en je bent long gegaan, moet het op een bepaald punt stoppen. Dan raak je bijna het gefinancierde gedeelte. Dus om het financieringsniveau te beschermen heb je een stoplosniveau. Als dat wordt geactiveerd, dat is een kenmerk van een turbo, dan houdt het product op te bestaan en kan je eventueel nog een restwaarde ontvangen. Nu zijn er dus heel veel turbos uitgestopt. Ja, als de markt in beweging is, dan wordt er uiteindelijk ook veel meer producten uitgestopt. Om ook even terug te komen op jouw vraag, is het voor ons druk geweest de laatste weken en maanden? Heel druk, want als de markt in beweging is, krijgen beleggers veel ideeën, moeten ze heel veel dingen verwerken. Dan kunnen ze, als Trump iets zegt of Italië komt eraan bijvoorbeeld, krijgen mensen weer ideeën. Ik ben het daar niet mee eens, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat de markt dit gaat doen. Als er niets gebeurt, zijn er geen ideeën en is het voor ons veel rustiger. En hoe beoordeel je een uitgevende partij? Ik bedoel, Commerzbank is natuurlijk al tientallen jaren een hele bekende bank. Alleen ik zag ook een berichtje voorbij komen dat ze uit de Cetradax gegooid zijn. Dus hoe beoordeel je of een partij werkelijk betrouwbaar is? Wel, je hebt in eerste plaats heb je heel veel. Turbos bestaan al heel erg lang. En je hebt heel veel banken die deze producten uitgeven. Wat erg goed is voor u als belegger. Hoe meer concurrentie, hoe beter. Hoe groter aanbod, hoe betere prijs u heeft. En hoe harder de banken het best doen om u een goede service te verlenen. Dus u kunt eigenlijk op verschillende criteria die voor u als belangrijk zijn als belegger, kunt u kijken welke instelling heeft het product, de beste prijs, de beste service. En op basis van die eigenschappen kan je uiteindelijk een beslissing nemen. Harry, wat was de laatste transactie die jij hebt uitgevoerd? Ik doe privé doe ik heel veel. Dus de laatste weet ik al niet eens meer. Of de meest interessante. De beurs gaat op en neer. Ja, willen adviseren om nu te doen met hefboomproducten? Om nu te doen? Ik vind dit een markt die nog niet in een opwaartse fase zit. En dat vind ik ideaal om dan calls te schrijven op wat ik dan overgewaardeerde aandelen vind. Kan je een naam geven? Nee, nu niet. Want ik heb de markt vanochtend bijvoorbeeld niet gevolgd. Dus ik zag alleen de opening dat het iets lager was. Maar ik vind wel dat zolang de markt in een nog neergaande fase zit, dat je moet oppassen met flinke posities innemen. Dus ik ben meer aan de voorzichtige kant op het ogenblik. En hoe weten wij als beleggers wanneer een markt opgaand of neerwaarts is? Dat het richting van het 200-daags gemiddelde? Of waar kijk je naar? Nou, ik zit een beetje tussenin. Ik gebruik wat ik dan noem boerenslimheid. En dat is ook een beetje op ervaring, omdat ik al meer dan 30 jaar met opties bezig ben. Dus je proeft wel een beetje hoe de markt ligt. En voor mij is volatiliteit wel heel belangrijk. En die is het eerste half jaar heel rustig geweest. En september, oktober is hij gestegen. Nou, dan wordt het eigenlijk voor optiehandelaar ook weer leuker om daarop in te spelen. Dus jij wordt ook actiever op het moment dat de beurs meer aan het bewegen is? Ja, dan word ik meer gevoed door ideeën van, wat ik denk van, marktongelegenheden. En het is niet zo dat wij alleen op een neergaande of alleen op een opwaartse beweging inspelen. Dus we hebben meestal 10, 15 posities. En soms opwaarts, soms zijwaarts, soms neerwaarts. Gohan, waar heb jij het meest vertrouwen in welke van jouw huidige posities? Ik denk dat je het niet moet zoeken in een enkele positie, maar in een samenstelling van je gelden in een potje. En het potje, dat moet op verschillende scenario's voorbereid zijn. Dus ik kan jullie uitnodigen om met de bestand te komen kijken. Daar kun je het allemaal zien. Je kunt op de website kijken.
Op de website heb je ook de huidige positie staan. Ja, ik heb niet echt eentje die ik ver bovenuit zie stijgen. Dat ik denk van dat is degene die het verschil maakt. Het gaat over een waarde of 40, 50 op jaarbasis. Waar je stukjes bij beetjes uit de markt naar je toe trekt. Dat is eigenlijk de insteek. En Christophe, weet jij ook welke producten nu het meest worden gekocht bij de Commerzbank? Wel, met name nog altijd turbo's. Dat is het meest populaire product. Nee, bij maar turbo AX, turbo op de Kakkeran, ja. Olie. Uiteraard, op de AX heb je het meeste volume. Dat is ook de meest gevolgde index hier op de Nederlandse markt. En natuurlijk ook de grootste fondsen zoals Royal Dutch Shell, ArcelorMittal, ING en dergelijke worden heel veel verhandeld. Ja. Wat misschien wel interessant is, met indices wordt er ongeveer evenveel long als short gegaan. Terwijl met aandelen wordt er toch nog altijd voornamelijk de turbos long gekocht en niet zozeer de turbos short. Oh wauw, en die 1 op 1 is al gedurende 2018 zo, of heb je dat ook zien dat veranderen? Dat is continu eigenlijk zo. Mensen voor indices durven short te gaan, maar op aandelen blijkbaar toch nog niet zo heel fel. Je hebt uitzonderingen, bijvoorbeeld zoals Twitter of dergelijke. Daar op heel volatiele fondsen wordt ook nog wel shortposities opgebouwd. Maar in het algemeen gaan beleggers toch wel liever long met turbos op aandelen. Ik leg even twee verhaaltjes naast elkaar. De bewegelijkheid van de markt en aandelen versus de toepassing van turbos. Mij is opgevallen dat in de verdeling van de meest verhandelde turbos op aandelen, dat het ook de meest volatiele aandelen zijn in de index. Bijvoorbeeld een Arcelor, een ING, een ASML. Daar liggen de hoogste volumes. Terwijl we vinden allemaal dat een optie bijvoorbeeld veel meer met volatiliteit te maken zou moeten hebben. Heb jij daar een enige verklaring voor? Dat je zegt, ik zie daar een parallel tussen. Dus meer volatiele aandelen worden ook meer turbo's opgehandeld. Terwijl eigenlijk de turbo's niet per se het juiste instrument daarvoor zouden moeten zijn. Maar volatielere aandelen zijn ook meestal de aandelen waar veel nieuws op uitkomt. Dus, en waar veel nieuws op uitkomt, dan heb je ook veel meer ideeën. Gaan mensen ook wat meer met turbos handelen op die fondsen, correct? Ja. Oké, nou, dat viel mij op. Ja. De tijd is voorbij gevlogen. Ik wil nog één rondje langs de heren maken om nog een laatste iets te vertellen wat zij zelf willen. Of er moet zo direct nog een vraag komen uit de zaal. Dat is uiteraard is dat ook mogelijk. Harry, jij krijgt het laatste woord. Nou, misschien nog even over dat hedgje. Ik denk als je een hele aandelenportefeuille op een makkelijker manier wil hedgen, ja, dan leent zich daar denk ik een turbo short goed voor. Maar als je een individuele aandelenpositie van een fonds wil hedgen, ja, dan kun je heel goed met een put kopen op dat fonds en ook in combinatie met een call schrijven, kun je ook eenvoudig een aandelenpositie van een fonds hedgen. Dus dat is nog even als aanvulling. Go on, heb jij nog een toevoeging? Neem geen te hoge hefboom. Het is verleidelijk. Probeer de hefboom aan te laten sluiten op je strategie. In plaats van een gokje te wagen met turbo's. Want gokken doe je op het casino. Helemaal mee eens. Christophe? Ja, voordat je belegt, voordat je iets koopt, zorg dat je de werking van het instrument goed door hebt. Koop nooit niks waarvan u de werking niet begrijpt. Blijf vragen stellen, blijf kritisch zijn. En als je pas 100% weet van, oké, ik snap het, dan pas kan je een product kopen. Dus let dus goed op voor de werking. Heren, dank u wel voor het panel. Kijkers in de zaal, ik hoop jullie straks te zien bij de volgende panel en de gouden tips. Tot kijk. Dank je wel. Dank je, Karel.